1 op de 15 Amsterdamse jongeren loopt risico om drugscrimineel te worden. De journalisten van de Bali Live Journalism spraken de afgelopen maanden met ouders, experts en jongeren zelf over jeugdcriminaliteit. En op basis van die verhalen hebben we een voorstelling gemaakt. Jullie gaan kijken naar Ze ruiken het als je bang bent. Gooi maar wat harder. Ik zit achter het stuur, Peugeot 206. Hebben die bak in de window gezet. Alles gepakt en die shit komt in cash. Ben niet op stacks, en wie is the next one? Je weet dat ik vet kom. De chain die is vet dom. Ik ben op mijn money. Je weet dat ik betere raps drop. Ik zit achter het stuur, Peugeot 206. Ik rijd 120, 130 km per uur. Ik voel me Max Verstappen, Speedy Gonzales. Het is fucked up hoe hard we gaan. Maar het is de adrenaline die het overneemt. Ik zit achter het stuur, Peugeot 206. Ik heb die bak de ruit van de juwelier ingereden. Ik, twee andere boys, ook 17 allebei. Het alarm gaat af, moet allemaal snel, snel, snel. We gaan rare money maken vannacht. Boom, eerste vitrine. Overal glas. Pakken wat je pakken kan. We pakken dure diamanten, horloges. Boom, gaat er nog één. Overal glas, overal dure diamanten, horloges. We kijken niet eens wat we pakken. We hebben van die beschermende handschoenen aan. Het duurt nog geen 2 minuten. Boom, gaat er nog één. Overal glas, overal dure ringen, kettingen. Ik kijk naar Lange. Hij bloedt. Fuck. Oké, boys, let's go. Ik zit achter het stuur, Peugeot 206. Ik rijd 120, 130 km per uur. Het is fucked up hoe hard we gaan. De ene boy op de achterbank probeert die andere te helpen. Hij heeft glas in zijn arm, in zijn been. Overal bloed op de achterbank. Zo'n mattie van me. Hij had gezegd, als je ooit in een achtervolging terechtkomt. Als je ooit in een achtervolging terechtkomt. Haal dan die spiegels van je auto af. Ja, zie die blauwe lichten niet. Krijg je stress van. Dus ik heb die spiegels van mijn auto afgehaald. We rijden nu 120, 130 km per uur. Het regent, we slippen en shit. We spookrijden en shit. Het is fucked up hoe hard we gaan. Ik vind het eigenlijk niet meer leuk. Maar ja, ik zit lachend achter het stuur. Maak je vertrapje. Ik pak je slachtje. Zit op. Ik maak je vertrapje. Ik heb een pakje. Ik loop op een trapje. Ik stap je. Maak je vertrapje. Ik pak je. Ik stap je. Maak je vertrapje. Pak op je. Moet ik even aan werken nog. Kijk. Ik zeg je eerlijk. Er zijn maar weinig boys die echt achter hun teksten staan. Achter wat ze rappen. Kijk, ik ken wel boys die rappen over hoeveel money ze maken. Hè, over pistolen, guns, dit, dat. Over wie ze hebben omgelegd. Maar ik heb hun gezien. Snap je? Ik was daar. Je hebt ook boys. Je hebt ook boys en die gaan rappen en dan rennen. Als menens wordt. Dan moet je niet rappen, toch? Kijk, ik kan tenminste wel zeggen dat alles wat ik rap, is gewoon echt. Heb ik niet bedacht of zo. Nee, is gewoon real. Real talk. Ja, ik heb dat gedaan, snap je? Ik heb dat gezien. Eén ding. Ik wil niet zielig gevonden worden. Of zo, nee. Ik wil hier niet het verhaal houden van, wat is hier zielig? Medelijden krijgen, nee. Ik heb die dingen gewoon zelf gedaan, snap je? Moet ik daar ook voor gaan staan? Vind ik wel. Ja, toch? En niet dat het allemaal van het leien dakje ging of zo, mijn leven. Maar kijk. Het ging niet allemaal van het leien dakje, oké, mijn leven. Maar ik had ook andere keuzes kunnen maken. Een ander pad kunnen bewandelen. Kijk, mijn ma, die ging voor me door het vuur. Deed alles voor me. Stond er helemaal alleen voor. Maar toch. Ze gaf mij en mijn broertjes echt alle liefde die we nodig hadden. We liepen elke dag naar school toe. Hand in hand tot de jaar of 7. En dat veilige gevoel, dat is nog steeds ultiem voor me.
Ja. Maar we hadden gewoon niet veel thuis. Nee. En we kwamen uit een slechte buurt, weet je. Er was geen vak te doen. We konden een beetje voetballen, een beetje hangen, dat soort dingen. En we hadden niet veel. Dus ik keek al naar andere kinderen die bepaalde schoenen hadden, bepaalde dingen die ik niet had. Maar ja, maakte me toen nog niet heel veel uit. Nee, het ging zelfs goed op school. Ja, man. Mijn ma, die had hoge verwachtingen van me. Die zei altijd, deze jongen, die gaat maken. VMBO theoretische leerweg, minstens. Dus ik naar VMBO. Dat was wel echt een kantelpunt voor me. Ja. Ik had tot dan toe had ik nooit hoeven werken, snap je? Was ik nooit uitgedaagd. Moest ik ineens huiswerk gaan maken en shit. Ja, ik was daar niet op geoefend, snap je? En mama, die kon me ook niet echt helpen. Want ja, die was ook nooit naar school geweest. Dus alles waardoor ik een beetje, ik weet niet, waardoor ik een beetje waarde aan mezelf kon ophangen, trots was op mezelf, was in één keer weg. Ja, ik kon goed voetballen. Maar wat heb je daaraan? Ik was altijd die slimme jongen die het goed deed op school. En ik voelde me nog wel slim. Maar ja, als je de hele tijd drieën haalt, is het nogal moeilijk om dat gevoel vast te houden. Als ik er nu over nadenk, was wel echt een shock voor me. Dat ik moest werken en shit. Hadden ze me op de basisschool, hadden ze me daar echt niet te voorbereid, hoor. Nee. Moest ik ineens werken. Werd ik ineens uitgedaagd. Moest ik dingen gaan doen. Ja. Toen ging het eigenlijk allemaal fucking snel. VMBO-T, naar kader, blijven zitten, nog een keertje blijven zitten. En uiteindelijk ging ik helemaal niet meer. Ja, waarom dan? Wat had ik daar te zoeken dan? En mijn ma en mijn leraren die probeerden nog wat dingen. Maar had gewoon een klik gemaakt. Snap je? In mijn hoofd. Ik had gewoon opgegeven of zo. Ja. Oké. En ik blode veel. Dat ook. Lekker geluid. Red Bull. Lekker. Best wel fokt op tijd achter de rug. Ik woon een tijdje bij een paar maten in Osdorp. Ik was gepakt. Na een paar delictjes. Gewoon scootertjes stelen. Een beetje dealen, dat soort dingen. Dat deed ik toen ook al wel. Dus ik naar de justitiële jeugdinrichting. Jeugdgevangenis. Ik was 14. Ik was de jongste daar. Dus ik kwam natuurlijk bij allemaal boys die, weet ik veel ouder waren. Groter dan ik. Hadden dingen gedaan, snap je? En daar vertelden ze natuurlijk de hele dag over. Dus ik ging aan de lippen van die guys. Dus toen ik na 3 maanden thuis kwam, uit de jeugdinrichting kwam, ik was vatbaar. Ik was helemaal de weg kwijt. En toen ik na 3 maanden thuis kwam, mijn ma, die keek me niet meer aan. Praat gewoon niet meer met me. Ze kon het al niet hebben dat ik 2 weken was blijven zitten. Ik was de hoop van de familie, snap je? En ook al hadden we niet veel thuis, we hadden in ieder geval elkaar nog. Nou, dat was nu ook weg. Dus ik bij vrienden gaan wonen. Elke dag de straat op, een beetje hangen, een beetje dealen. Nou, komt zo'n guy naar me toe. Met een wapen. Vraagt of ik mee wil helpen met een overval. Eerste snelkraak was dat. Leek me gewoon een goed idee toen.
Het regent. Fucking koud is het. Van die kou die snijdt. Ik heb een zwarte broek aan, zwarte Air Max. Petje op. Sjaal voor mijn gezicht geknoopt. We hebben afgesproken op een parkeerplaats vlakbij. Ik, een guy in een gestolen Renault en een guy op een scooter. Die guy in die gestolen Renault die heeft zo'n masker op. Weet je wel van die film? Zo'n anonymous masker. Kankernep. Hij is 19. Hij doet de stringen vaker. Hij is best wel een bekende op de scene. Hij rapt ook, net als ik. Het gerucht gaat dat hij een keer een gast van een andere groep heeft neergestoken. Waar hij ruzie mee had. De guy op de scooter, die is jong. 16. Ken hem niet. We hebben weinig gepraat. Beter als je weinig van elkaar weet, toch? Het enige wat ik weet, is dat hij een vriend is van die guy waarbij ik woon. Dat is alles. Ik ben de jongste. 15. Ze hebben mij een wapen gegeven. Ik hoef alleen maar op wacht te staan. Klaarstaan. Kijken of ik sirenes zie. Kijken of ik sirenes hoor. Gewoon klaarstaan. Daar kan ik 5 barkie mee verdienen. Fucking chill, toch? Eerst gaat die guy in de gestolen Renault. Dan gaat die guy op de scooter. En dan ik. Oké, de guy in de gestolen Renault die komt de hoek om, scheurt de straat in. Hij weet precies waar hij moet zijn. Recht de pui van de elektronica-zaak in. Net hard genoeg om een gat te maken. Op dat moment, op het moment van impact, komt de guy op de scooter ook de hoek om. Zet de scooter naast de Renault neer en gaat door het gat in de pui naar binnen. Recht op de vitrines af. Vitrines vol met iPhones. Hij weet precies waar hij moet zijn. Hij heeft dit heel vaak geoefend. Dan stapt de guy ook uit de Renault en gaat ook via de gat in de pui naar binnen. Recht op die vitrines af, ze slaan ze in en schuiven hun tassen vol met iPhones, vol met buit. Ik sta gewoon buiten, te wachten. Luister of ik sirenes hoor, klaarstaan. 1 guy die kan met mij achterop, die gestolen Renault, die laten we staan. Vandaar. En dan ineens... Shit. Ik zie overal om me heen, boven de winkels, mensen op het balkon staan. En ze kijken me aan en ik wil niet dat ze kijken. We mogen niet gezien worden, toch? En dan zie ik 1 vrouw staan. 1 vrouw in een oude badjas. En ze kijkt me recht aan. En ik wil niet dat ze kijkt, dus... Dus ik pak mijn gun. En die richt ik op haar. Dit is zo'n moment dat de tijd stilstaat. En ik zie die oude vrouw. Ze kijkt me recht aan. En ik heb die gun op haar gericht. En ik zie... Ik zie... Go! Ineens voel ik een hand op mijn schouder. Het is die guy uit de gestolen Renault. Hij is achterop gesprongen. Ik trap het gas in. We rijden de avond uit. We rijden de nacht in. Maar de hele nacht lang zie ik alleen nog maar die blik. Die blik van die oude vrouw in die badjas. Ik ben niet zielig. Nee. Kijk, dat we thuis geen geld hadden. Of dat mijn pa er niet was. Ik ken zoveel boys. Die dat hebben. Diezelfde shit. Maar die wel gewoon een opleiding hebben afgerond. Gewoon vakkenvullers. Gewoon krantenwijkje. Dat soort dingen. Gewoon voorbeelden. Goede voorbeelden. Die had ik ook gewoon. Ik had ook gewoon bij de Jumbo kunnen gaan werken. Ja, toch? Maar iets in mij wel gewoon meer hebben dan dat ik nu had. Ja, het begon eigenlijk al op de middelbare school. Dat gewoon andere kinderen er op een bepaalde manier uitzien. Zoals jij er ook uit wil zien. Gewoon Balenciaga schoentjes toch, Gucci tasje, dat soort dingen. En ik wist ook wel dat ik dat niet kon betalen. Kwam ik aan,
€5 zakgeld per week. Kun je net 1 Turkse pizza en een cola van halen, is het al weer op. En mijn ma die zei altijd wel van, jongen, je komt niks tekort. Maar ze voelde ik dat totaal niet. Nee, ik zag het toch gewoon. Ik zag toch gewoon dat Yasin 4 spijkerbroeken had en ik 1. Of dat Dylan 3 trainingspakken had en ik 1 oude van mijn broer. En ik kon gewoon niet denken van, ben blij met wat je hebt. Nee. Ik zag alleen maar wat ik niet had. En dus was ik alleen maar bezig met, hoe breng ik daar verandering in? Hoe breng ik daar verandering in? Het begon eigenlijk heel schattig. Dat gewoon ik, een paar andere jongens uit de wijk, gewoon samen gingen zitten van, hoe gaan we nou money maken? Gewoon meer geld verdienen. Nou, een beetje ander soort werk denken, dit soort werk, dat soort werk. Maar dan kom je er ineens achter dat je niet zomaar ergens kan gaan werken. Nee, opties waren gewoon vrij beperkt voor ons. Dus wat doe je dan? Dealen. Ja, vet makkelijk. Een van die jongens dat een broer deed al, gewoon een beetje hash dealen op school. Dus ik had een doel. Geld. Geld verdienen en dat geld uitgeven aan dure kleding en shit. En ook dat gevoel van, ik heb hier recht op. Snap je? Niemand helpt mij toch? Niemand gaat iets voor mij doen? Nou, pak het zelf wel. En toen merkte ik dat ik mijn doel ging bereiken door dat dealen. Nou, doel heiligt de middelen. Toch? Dus wat de fuck maakt dan eigenlijk allemaal uit? Of een juweliertje zich een beetje slecht voelt na een overval. Of dat iemand een traumaatje oploopt, hier of daar. Die grens, die schuift gewoon steeds een stukje op. Ze ruiken het als je bang bent, de geur van groen. Makkelijk slachtoffer. Ze ruiken het als je bang bent, de geur van... Die is voor het eerst, ik heb niet het klappen van de zweep, angst, zweet, ze ruiken het. Dus daarom wachten ze je op, achter deuren, wachten je op, achter deuren. Strange slag als die van aandacht gaf. Security, niet bang zijn. Nee. Dus daarom slaap ik vanavond met mijn ogen wijd open, hart in mijn keel. Ze ruiken het. Ja. Ze ruiken het als je bang bent. De geur van groen. Makkelijk slachtoffer. Ze ruiken het als je bang bent. De geur van... Die is voor het eerst. Ken niet het klappen van de zweep, angst, zweet. Ze ruiken het. En daarom wachten ze achter deuren. Wachten je op. Slaan hun slag als niemand aandacht gaf. Graven lachend je graf op de binnenplaats. Ze ruiken het. Dat je de ongeschreven regels niet kent. Hoe ontregeld, hoe onzeker en weken je knieën, ze breken je met z'n drieën. Security, niet roepen. Dan ben je snitch. En je was al hun bitch. Tja, het is wat het is. Dus daarom slaap ik vanavond met mijn ogen wijd open, hart in mijn keel. Niet bang zijn, want ze ruiken het. Eerste keer jeugddetentie. Ze ruiken het gewoon, man. Iedereen wil de grootste zijn. De beste, de sterkste. Iedereen zit elkaar uit te dagen, de leider. En als je niet de leider bent, dan ben je gewoon onderaan die ladder. En ik was nieuw. Wist ik veel. Sta ik om de dag. Sta ik naar buiten te kijken. Ja, doe je anders. Wordt er een zak over mijn hoofd heen getrokken. Blinde code, noemen ze dat. Code is klappen krijgen, blinde code is klappen krijgen met een zak over je kop. Fucking hard in elkaar geslagen toen. Later hoorde ik dat iemand had geluld dat ik vrienden was met een drillrap groepje die weer ruzie hadden met hun. Ik kende die boys niet. Nou, vanaf toen was ik gewoon de Sjaak. Ik durfde mijn kamer niet meer uit. Later leerde ik wel. Ik dacht, dit gaat me nooit meer gebeuren.
Kijk, dappere mensen, die zijn ook bang. Die hebben gewoon net zulke angstige gevoelens als jij en ik. Ze vinden ook dingen eng of spannend. Maar het is gewoon maar hoe je je opstelt. Het is een rol die je speelt. En daar gewoon vast aan blijven houden. Je niet laten pakken. Kon wel goed nadenken daar, in de gevangenis. Ik weet niet, ik was tot dan toe... Ik leefde op zo'n gek tempo. Van dag tot dag. Ik stond nooit stil bij... Waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? Nou, het kon daar wel, in de gevangenis. Ja. Het was echt een soort... Een soort reset. Nee, het was geen reset. Want toen ik vrij kwam... Precies hetzelfde leven weer. Ik weet nog wel dat ik dacht... Je moet gewoon zorgen dat je nooit meer gepakt wordt. Ja, toch? Je kan ook niet terug naar 5 euro per uur... als je op een avond 8000 euro hebt gemaakt. En ik ging stoppen met blowen. Ja, en dat is gelukt. 3 weken. Ja, toen ben ik weer begonnen. Precies hetzelfde leven weer. Na die tweede snelkraak... Ik was 18. Volwassenen detentie. Volwassenendetentie is kankersaai. Ja, jeugddetentie, ik kon nog voetballen, een beetje gamen met vrienden. Volwassenendetentie, ik zat alleen maar in mijn kamer de hele tijd. En toen ik eruit kwam, na een paar maanden, mocht ik weer bij mijn ma gaan wonen. En ik kwam in de wijk, direct werden er weer dingen aangeboden. Dealtje hier, overvalletje daar, dat soort dingen. Ik moest echt leren nee te zeggen. Maar ja... Als op een avond een of andere gast belt... en je kan 20.000 euro verdienen met dit, met dat... is het nogal moeilijk om nee te zeggen. Verleiding is groot. Kom ik op een avond thuis. Zit er zo'n guy... bij mijn ma in de woonkamer. Eerst dacht ik nog van... wat de fuck doe je in mijn huis, gek? Bleek het zo'n coach te zijn... Ja, hij was eigenlijk best chill. Hij had ook gezeten, begreep mij wel. En uiteindelijk, die coach, die kwam steeds vaker. Op een gegeven moment kwam hij gewoon elke week. En ik kon hem zelfs bellen als het even niet goed ging. Hij had een soort potje gehosseld van geld. Daardoor kon ik 2 keer per week voetballen. Leerde ik ook weer andere guys kennen die niet in de scene zaten, zeg maar. Weet je... Misschien ga ik wel sportopleiding doen. Ja, toch? Of verder met rappen. Ik zit achter het stuur, bezorgd in 06. Hebben die bak in de window gezet. Alles gepakt en die shit komt in stacks. Geef niet om... Dat ga ik niet doen. Even oefenen nog. Je moet gewoon een doel hebben. Dat is het eigenlijk. Dat is belangrijk. Ja, toch? Ik zit achter het stuur, Peugeot 206. Het regent. Het regent door een gat in de voorruit. Lange ligt op de achterbank. Hij heeft glas in zijn arm, in zijn been. Hij schreeuwt het uit van de pijn, maar hij probeert zich te verbijten. 2, 3 scoto hebben ons vastgereden. Harde geluiden buiten, blauwe lichten. Ik zie mannen met geweren op de auto afkomen. Ik doe mijn ogen dicht, tenminste, dat herinner ik me. Ik voel me weer de jochie. Op de basisschool, van een jaar of 7. Grote verwachtingen, grote dromen. Ik zie de hand van mijn moeder. Ik probeer hem te pakken, maar... Ik grijp mis. Game over.
Nou, ga er even bij staan. Ga er even. Waarom niet? Dank jullie wel. Jullie keken naar Ze ruiken het als je bang bent. Regie door Jelle Zijlstra. Mag wel een applaus. Spel Jari van der Linden. Beeld door Michelle van der Plas en Jos Kuklewski. Techniek door Jasper van Oorschot, Roland van Ulden en Ryan Odubert. En achter mij wordt even omgebouwd voor het nagesprek. Ik herhaal het nog maar een keer. Deze voorstelling is gebaseerd op interviews die team De Bali Live Journalism de afgelopen 5 maanden in Amsterdam heeft gedaan. Samen met onze partner AT5 en onze partner Spot On Stories in Eindhoven en Omroep West in Den Haag. En daar zal deze voorstelling ook spelen. En tijdens het onderzoek hebben we artikelen gepubliceerd, bijeenkomsten georganiseerd hier in De Bali. En dit is onze Dit was onze afsluitende slotvoorstelling. En we gaan zo het nagesprek in. Neem alvast plaats, ik zal jullie zo voorstellen. En de vraag die daarboven hangt is: hoe kunnen we nou meer grip krijgen op jongeren, op jonge criminelen, op jongeren die afglijden in de zware criminaliteit? En ik wil graag een hartelijk applaus voor Songül Mutluer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, en Ruud Verkuijlen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Welkom beiden. Jullie zijn ook alle twee lid van de commissie Justitie en Veiligheid. Fantastisch dat jullie er zijn. Jullie zijn vast heel druk. Jij kwam weer uit Groningen. Jij komt geloof ik ook van ver. Dus fijn dat jullie hierbij konden zijn. We gaan zo 20 minuten even praten. Vooral over preventie en detentie. En daarna ook even naar het publiek. Maar eerst, Songül, wat vond je van de voorstelling? Ik moet nog even bijkomen. Dat snap ik. Ik zei, mag ik opstaan? Want elk woord wat net werd uitgesproken, die kwam bij mij zo binnen. En het was gewoon, het was herkenning. Zelf kom ik een half uurtje hier vandaan, uit Zaanstad, opgegroeid in de wijk Poelenburg, waar 1 op de 3 kinderen in armoede leeft. En ik heb potverdikke die jongeren zien afglijden op de wijze zoals dat net werd uitgebeeld. En als je als justitie en woordvoerder in de Kamer komt, dan weet je, ik wist waar ik het voor wilde doen. Je zag heel veel herkenning. Ik zag herkenning, maar met name de eenzaamheid van de jongeren die op enig moment, die raak je kwijt, die leeft in armoede, de moeder kan er niks aan doen. En de hulp kwam pas toen hij 18 was. Toen hij eigenlijk al een hele carrière achter de rug had gehad. En zelfs in de gevangenis, in de jeugdgevangenis, die ik meestal de Universiteit voor Criminaliteit ook wil noemen, alle trucjes leerde die hij kon toepassen. Met andere woorden, wat mij betreft gaan we deze theatervoorstelling in de Tweede Kamer een keertje laten zien. Maar elk woord is bij mij binnengekomen en ik wil je daar heel erg voor danken. En ik realiseerde me weer echt dat ik waar ik het voor doe. Dus nogmaals dank. Ruud, ik voel hier heel veel emotie. Welke emoties kwamen er bij jou op? Ja, ik moet eerlijk zeggen, die emotie die Songül heel treffend omschrijft, die kwam ook op, en dat is echt je grote verdienste, die eenzaamheid. En ik denk ook, wie staan er nou om die jongen heen op enig moment? Nou, ik ben in Amsterdam geboren, eigenlijk in zo'n flat als jullie zo mooi op de achterkant lieten zien, in Amsterdam-West. Ik heb hier ook gewerkt op de Leidmansgracht bij de politie, de hele tijd. Ik heb ook een tijdje gewerkt bij die overvallen waar je het over had, en die straatroven. En ik weet nog goed dat wij toen de gedachte hadden dat als wij nou de jongeren gaan uitleggen, als je dit doet, gebeurt er dat met je. Dus de calculerende jongeren. Dan zullen ze het wel niet doen. Nou, dat was natuurlijk absoluut een misvatting. Dus we hebben ze later eens een keer gevraagd, wat mis je dan als je dan vast komt te zitten? En toen zei ze, ik mis mijn vrienden. Ik mis mijn sociale omgeving, mis ik daarbij. Ik voel dezelfde opdracht die Songül omschrijft. Hè. Ik denk dat dit is een groots probleem. Gelukkig zien we jeugdcriminaliteit wel afnemen, maar ik maak me echt zorgen over dat het ook steeds jonger wordt. Is heeft het je nog iets in de voorstelling verbaasd, iets nieuws, of herkende je alles? Nee, nou kijk,
Ik noemde net dat rationele aspect. En ik heb een initiatiefnota geschreven over de aanpak van jongeren. En een van de aspecten die ik daarin noem is dat ik heel veel jongeren ook zie met een licht verstandelijke beperking. En ik zie ook het grote geld, wat ik heel erg herkende. Hè. Dus het grote geld dat lonkt en kun je dat weerstaan? Dat vraagt gewoon heel veel weerstand. Ook als je kijkt in Rotterdam-Zuid in het programma zie je dat mensen worden opgeleid tot timmerman. Die verdienen meer dan een beginnende notaris inmiddels. Maar één weekendje uithalen, de verleiding om die te kunnen weerstaan en de peer pressure die er is op de jongeren op dat moment, dat is gewoon heel erg lastig. En dat herkende ik heel erg. Hè. Iedere keer als je denkt, ik stap er weer uit in de voorstelling, dan zag je ook weer dat die verleiding te groot is om even het snelle geld te pakken. Ja, hij zei, dat is eigenlijk mijn doel, dat geld. Het geld, nou, ik denk meer, tenminste, zoals ik hem heb beluisterd, was niet het geld, maar de status die je erdoor krijgt. Want je kunt niet onderdoen, voor de ander. En ik denk ook, als we dat niet kunnen doorbreken met elkaar, dat snelle geld en de verleiding die daaraan zit, dan wordt het ook heel lastig om die jeugdcriminaliteit juist in die wijken met de jongeren die Songül terecht omschrijft, met die achtergrond, om die andere perspectieven te kunnen bieden. Het is goed om even te zeggen dat er eigenlijk best veel goed gaat op het gebied van jeugdcriminaliteit. In de brede zin daalt het. Er zijn heel veel betrokken jongerenwerkers, agenten die wij ook zijn tegengekomen, hulpverleners, docenten die zich echt met hart en ziel inzetten voor dit onderwerp. En tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat het verjongt en verhardt. Dus dat er een kleine groep is die steeds ernstigere delicten pleegt. Om even een aantal cijfers te noemen. Is vorig jaar zijn er zeker 56 minderjarigen veroordeeld voor een poging tot moord of doodslag. En dat aantal is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. En ook de politie maakt zich steeds meer zorgen. Want afgelopen jaar heeft de politie 1268 jongeren onder de 17 aangehouden wegens verboden wapenbezit. En in 2019 waren dit er nog maar 315. Dus dat is echt een enorme stijging. En dan vraag ik aan jou, Ruud, waar ging het mis? Nou, kijk, ik maak me ook. We hebben net een. Ik kom net uit een jeugdplus zorginstelling in Groningen heb ik bezocht. En er is natuurlijk. Wat is een jeugdplus zorginstelling? Ja, dat is eigenlijk het deel waarin je in een niet-strafrechtelijke grond in een jeugdinstelling terechtkomt. Waar allerlei multiproblematieken ook in gezinnen spelen, waarin sommige jongeren ook gedragsproblemen hebben. Maar wat je ziet is, en dat maak ik me echt zorgen over, dat messen gebruiken. Je zag laatst ook de begeleider in de jeugdzorg die natuurlijk is neergestoken. En in mijn initiatiefnota zeg ik iets over voorbeeldgedrag en over wat leer je. En ik merkte ook dat de hoofdfiguur net in de voorstelling wel een hele goede band met zijn moeder had, maar ook die vaderfiguur misschien toch ook miste daarin. Ik denk dat heel veel jeugdwerkers, straatcoaches, daar een hele belangrijke rol in vervullen. Laat ik het voorbeeld nemen wat er nu speelt in Den Haag. In Den Haag zien we dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond en volgens mij jongeren met een Syrische achtergrond, dat die elkaar opzoeken met messen. En ik denk, ja, wat gaat er mis? Ik denk, er is ook voorbeeldgedrag. En ik heb in Hilversum had ik als burgemeester Pieter Broertjes en die zocht de gemeenschap ook op. En die ging het gesprek aan met de Marokkaanse gemeenschap waarschijnlijk. En ik ben daar groot voorstander van. En met de Syrische gemeenschap. En laten die ouders nou eens met elkaar in gesprek gaan. Dan geven die ouders het voorbeeld dat je ook andere manieren kunt vinden om een conflict op te lossen. In plaats van met geweld ook het gesprek aan kunt gaan. En misschien is het ideaal typisch gedacht. En misschien zullen een aantal mensen in de zaal, en doe dat vooral straks ook, iets zeggen van ja Ruud, maar dat is allemaal, gaat dat niet werken? En toch denk ik wel dat dat de weg is om te gaan. Dus ik geloof echt in wat we kunnen doen als samenleving, de kernwaarden die erin zitten, dat is ook liefde en zorg voor kinderen. En niet alleen maar de strafkant. Ja, VVD'er, u hoort het goed die dat zegt. Maar ik geloof echt dat we aan de voorkant veel meer moeten doen als het hierover gaat. Ben je het ermee eens dat we moeten beginnen met die ouders en die voorbeeldfuncties? Ja, volgens mij is je moet eigenlijk altijd kijken naar de oorzaken van de problematiek. En ik kan me met alle respect voor Ruud. Ruud vind ik vrij sociaal. Rutte herinneren die op enig moment riep, ja, die criminelen moet je hard aanpakken en die oorzaken kunnen mij geen reet schelen, zeg ik even in mijn bewoordingen. En daar was ik het totaal niet mee eens. Want het begint echt in die omgeving, hè, waar die jongeren opgroeien. Waar je nest staat. Of je ouders
de middelen hebben om jou een mooie jeugd te geven. Het begint bij onderwijs. Heb je een vaderfiguur in je leven? En met wat voor jongens trek je op? En als dat niet goed is, als je dus niet investeert in veilige wijken, in bestrijding van armoede, een moeder helpt die in haar eentje probeert rond te komen met alle stress. En haar kinderen probeert in bedwang te houden. Dat lukt niet. Daar heb je gewoon hulp bij nodig. Dus je moet heel erg kijken naar die oorzaken. Ik ben zelf naar Noorwegen geweest, omdat ik me best wel afvroeg waarom de recidivecijfers daar zo laag waren. 20%. En ik was zo gecharmeerd van het feit dat zij echt heel erg kijken naar gericht straffen. Dus op het moment dat een jongere een eerste straf pleegt. Wat we ook zagen bij de voorstelling net. Ja, wat doe je dan, hè? Stuur je zo'n jongen naar een jeugdgevangenis waar hij er slechter uitkomt? Dat gebeurt nu. Zie de recente rapporten van de jeugdinspectie die zegt, nou, het is niet meer verantwoord om die jongeren naar de jeugdgevangenis te sturen. Want ja, daar komen ze echt letterlijk slechter uit. Of ga je ze gericht straffen met de juiste ondersteuning daarnaast? Dat doen ze gewoon in Noorwegen met een jeugdactieplan. Ik wil zo overgaan naar detentie en straf, maar ik wil even terug naar de wijk, want dat noemen jullie alle twee. En in het stuk zegt de hoofdrolspeler ook, er was geen fuck te doen in die wijk, het was altijd maar hangen op straat. En wij gingen ook tijdens ons onderzoek en ook bij het vooronderzoek natuurlijk googlen, jeugdcriminaliteit, kwetsbare wijken. Nou, wat kom je tegen? Problemen in kwetsbare wijken zijn een voedingsbodem voor criminele activiteiten 2008. 2010 hetzelfde verhaal, 2014 hetzelfde verhaal. Jullie zijn natuurlijk nieuw in de Kamer, dat is niet jullie schuld. Maar wat hebben jullie partijen nou gemist dan die afgelopen jaren? Nou, volgens mij is dit een ontwikkeling die met een paar dingen te maken hebben. Ik denk een van de dingen is dat we een lastige periode hebben gehad, waardoor we heel veel mensen in die wijken kwijt zijn geraakt. Niet alleen op het gebied van hulpverlening. Kijk ook naar, dus ik weet dat er oud-collega's in de zaal zitten van de politie. Bedoel je met kwijtraken bezuinigd, wegbezuinigd? Ja, ik denk dat we daardoor minder in de wijken zijn. Daardoor kennen we ook de jongeren heel vaak niet meer. Zijn die aanspreekpunten zijn er ook niet meer. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar in deze kabinetsperiode gaat er ongeveer iets van 1,4 miljard... extra juist naar die kwetsbare wijken ook toe. Juist om daar goede programma's te draaien. En ik denk wat wij in Den Haag moeten doen is zorgen dat die gemeenten ieder dat maatwerk kunnen leveren. En dat wij zorgen dat we de voorwaarden daarvoor creëren. En waar beginnen we concreet? Dus stel, we hebben een wijk. Er is een school, er is misschien een buurthuis, een sportschool. Waar beginnen we als je het echt hebt over die voorkant? Waar moeten we dan op inzetten? Even terug naar je eerdere vraag en dan geef ik antwoord op deze vraag. Waar het mis is gegaan is dat we wel goede pogingen hebben ondernomen. Ik zeg we, maar daarmee bedoel ik politiek. Neem die Vogelaarwijken, er zou geïnvesteerd worden in wijken. Maar wat je miste is een integrale blik naar veiligheid. En veiligheid is meer dan repressie, het is ook preventie. Het is een samenwerking tussen de politie, tussen onderwijs, tussen werk, tussen de jeugdzorginstellingen, tussen je wijkteams, tussen je jongerenwerkers. En je merkt met als je nu kijkt naar de wijkaanpakken, we hadden er 16, volgens mij hebben we nu ongeveer 20 gemeenten die met zo'n programma komen, dan geloof ik daarin. Maar het is niet morgen opgelost. En ik vind het terecht dat je daar 20 jaar de tijd voor neemt. Want wat je nu ziet in dit soort wijken is dat alle problematiek geconcentreerd is in zo'n wijk. Heel veel armoede, heel veel mensen met een LVB, kwetsbare mensen in armoede geconcentreerd. En daar groeien dit soort jongeren op. En dan is de verleiding heel groot dat je in de criminaliteit gaat. En daar moeten we als samenleving omheen zijn. It raises a village. Nee, it takes a village to raise a child. En het is gewoon, hoe cliché ook, daar gaat het gewoon om. Nee, absoluut. En volgens mij, je noemde al die 143 miljoen die nu is vrijgemaakt vanuit het Rijk voor jeugdcriminaliteit. Maar om het concreet te maken, waar zou het heen moeten gaan? Volgens mij heb jij bijvoorbeeld laatst iets gezegd over gespecialiseerd jongerenwerk. Ruud, jij hebt het over coaches die dan een voorbeeld moeten zijn voor jongeren. Is dat iets concreets? Dat is heel concreet. Wat mij betreft gaat het geld echt naar armoedebestrijding, naar onderwijs. Zorgen dat de jongeren hun startkwalificatie halen. Maar ik heb een heel concreet voorstel gedaan voor specialistisch jongerenwerk. Een aantal
mensen in de zaal waren ook aanwezig toen ik 40 jongerenwerkers in de Tweede Kamer uitnodigde. Want ik geloof in dat jongerenwerk. Alleen voor die 2% groep die je noemt, die met criminaliteit in aanraking komt, de first offenders, daar heb je specialistisch jongerenwerk voor nodig. En hoe gaan we dat realiseren? Daar wat moet er gebeuren? Daar is een voorstel voor ingediend. Die is aangenomen. Er wordt nu onderzoek gedaan van wat is dan inderdaad daarvoor nodig. Wat ik zie is dat de jongerenwerkers binnen de opdracht die ze hebben, hè, het wordt vaak aanbesteed, niet veel kunnen doen. Eén op één als coach naar de jongeren toe gaan. Vaak ook als ervaringsdeskundige. Maatwerk leveren. Echt kijken hoe ze bepaalde dingen kunnen doorbreken. Buiten de kaders, buiten de regels omdenken. Dat is wat er nodig is. En ja, stap voor stap. We gaan het niet oplossen, alles in één keer. Daar heb je tijd voor nodig. Maar dit soort dingen, hier moeten we oog voor blijven houden. Jij begon al over die 143 miljoen. Wat wij ook veel tegenkwamen. Als je het hebt over jongeren die een pad moeten kiezen. Die het juiste pad moeten kiezen. Dat heel veel ook gaat over kwetsbare gezinnen. Dus dat heel veel ook weer terugkomt bij de jeugdzorg. En als we kijken naar jeugdzorg, dat is volgens mij ook jouw dossier, dan is er juist weer in dat kabinet Rutte 1,6 miljard op bezuinigd. Zitten we dan wel, geven we dan nu wel het geld, gaat dat nu wel naar de juiste plekken? Nou, kijk, over de jeugdzorg, laat ik zonder zeggen, een heel jeugdzorgdebat op te starten, nee, maar raakt dat maar niet heel erg aan elkaar? Laat ik er dit over zeggen. Begin van deze eeuwwisseling hadden we 1 op de 24 jongeren met een jeugdzorgvraag. Zoals we vandaag erbij zitten, hebben we er 1 op de 7. En dat is niet alleen omdat we een nieuwe jeugdwet hebben. En ik heb steeds ook veel respect voor alle mensen die in de jeugdzorg werken. Juist omdat het loopt ze bijna over de schoenen. En tegelijkertijd moeten we ook wel oppassen dat we het nog als samenleving kunnen betalen. Dat is echt een opdracht die we hebben. Nou, dan kun je aan een paar knoppen kun je gaan draaien. Dan kun je ook zeggen dat die specialistische jeugdzorg waar Songo het net over had, dat misschien wel de meest prominente zou zijn die het eerst veilig moet stellen en dat je moet zorgen dat je die in ieder geval kunt bieden. Maar dat richt zich ook voornamelijk op de jongeren. Maar ik denk, en dat is ook iets wat ik in mijn initiatiefnota heb geschreven. Kijk, volgens mij die moederfiguur net ook in de voorstelling, daar zat de liefde en daar zat de zorg. Dus ik denk dat als we het willen doen, dan moeten we die basis moeten we ook op gaan investeren. Je ziet dat er ook een beweging in de jeugdzorg is. Dat waar eerst de zorg zich richtte op de jongeren, dat je nu ook veel meer gaat kijken naar het gezin. En ik geloof, ondanks dat er gezinnen zijn die in armoede leven en misschien eenoude gezinnen, heb ik nog wel heel veel vertrouwen dat die basis, als we die kunnen repareren, als we die kunnen bijstellen, als we ze daarbij kunnen helpen en ondersteunen, dat die onmisbaar is voor elke jongere. Je hebt ook een voorstel ingediend vorig jaar december, geloof ik, over de rol van ouders. Dat je als ouders niet meewerken met het helpen stoppen van het criminele gedrag van hun kinderen, dat zij daar dan op de een of andere manier gestraft zouden moeten worden door bijvoorbeeld met een boete. Wat zie je onder niet meewerken? Nee, ik heb het als volgt geformuleerd. Kijk, ik denk dat je criminaliteit voorkomt aan de keukentafel. Hè? Dus dat je daar in de goede gesprekken de reflecties op je gedrag. Maar dan moeten die ouders er wel zijn natuurlijk. En dan moeten ze dat gesprek ook met je kunnen voeren. Ik woon zelf in het Gooi. En daar gebeurt het ook aan de poort. Daar worden ook jongeren geworven om criminele handelingen te verrichten. En ik vind dat we nooit tevergeefs een beroep op ouders mogen doen die het wel kunnen, maar niet willen. En voor die groep ouders, hè, ondanks dat je ziet dat wat er met je kind aan het gebeuren is, en ik noem het heel bewust geen jeugd even, maar kinderen. Kinderen van ouders. Dan vind ik dat je echt de dure plicht hebt als ouder om je voor je kind het maximale te doen om te zorgen dat je ze ook een goede toekomst biedt. Dat je ze liefde, zorg, maar ook dat je ze leert hoe je een conflict oplost. Maar ook dat je ze begrenst op het moment dat ze over een bepaalde streep heen gaan. Dus ik geloof heel erg in het gezin. En ik zie te veel de overheid, of het nou jeugdhulp of politiemensen is of jeugdcoaches. Het is goed, maar de opvoedkundige taak ligt uiteindelijk bij ouders. En dat was eigenlijk de grondhouding die ik daarbij had. En natuurlijk snap ik ook wel, wat moet je nou bij een moeder die niet wil, maar wel kan en totaal onvermogend is. Je bedoelt, je hebt het nu over gezinnen die dan wel de mogelijkheid hebben. Ja, daar zou het voor helpen. Dus het gaat helemaal niet, het doel is ook helemaal niet, het doel is oude participatie.
Ik wil even naar detentie, want jij zei het al, de gevangenis kan een studie zijn. Wij hadden het over een opleidingsinstituut. Het kan, jongeren gaan er soms crimineler uit dan dat ze erin gaan. Wij hebben met veel jongeren ook gesproken die zeiden van ja, ik kom terug in de wijk. Je hebt je oude netwerk, je hebt geen huis soms of je oude huis, je moet naar je ouders toe. Je kan geen werk vinden, je durft geen VOG aan te vragen omdat je denkt dat je hem niet krijgt. In het stuk zei hij, ik hing aan de lippen van de oudere guys. Toen ik na 3 maanden eruit kwam, ik was vatbaar. En een vriend belt me op en zegt, we kunnen 20.000 maken. Hoe luister jij daarnaar, naar die verleidingen van de straat en die plicht of die nazorgplicht die wel lastig is? Dan falen wij. Hè? Op het moment, kijk, het begint... Wie faalt dan precies? Want de nazorg ligt bij de gemeente. Volgens mij falen wij dan als samenleving. Mm-hmm. Het begint eerst bij de visie. Vind je sowieso dat jongeren de gevangenis in moeten? En ik kan me echt wel voorstellen dat sommige jongeren op hele jonge leeftijd zulke heftige misdrijven plegen dat je daarvoor kunt kiezen. Maar het begint met, horen jongeren nou in jeugdgevangenissen? En wat doen we als ze daaruit gaan? Want wat je ziet is dat op dit moment nogmaals het niet verantwoord is om een jongere in een jeugdgevangenis te stoppen. En dat ze daar slechter uitgaan. En de hulp die ze krijgen, krijgen ze binnen een omgeving waar het heel erg repressief is. Maar ze worden niet helemaal begeleid naar het echte leven. Waar de verleidingen weer heel erg groot zijn. Ruud steunt dat ook, zo'n reïntegratieofficier. Die moet een paar maanden voordat zo'n jongere de gevangenis uitgaat... Met hem het gesprek voeren. Wat heb je nodig? Bestaat deze al of willen jullie dat hij er komt? Dat zijn pilots, maar dat moet je uitbreiden. Nu is overigens elke gemeente afzonderlijk verantwoordelijk... Voor de nazorg van zo'n jongere. En daar falen ze ook in. De ene gemeente die zet daar heel veel energie in, de andere niet... En maar het is toch super zorgwekkend, want jij had het net over die recidivecijfers. Dan begint eigenlijk alles weer opnieuw. Dus zo'n jongen heeft eigenlijk zijn straf uitgezeten. Komt hij weer de straat op. Nou, hoe gaat hij geld verdienen? Lukt niet. Weer die verleiding en begint het weer allemaal opnieuw. Dus dat zou toch eigenlijk dan top prioriteit moeten zijn, die nazorg? Je moet het vicieuze cirkel doorbreken. En dat is wat ik bedoelde met wij falen daarin. Ik bedoel, gisteren... stond er een oproep van de Raad voor de Kinderbescherming. Die zei letterlijk, onze jeugdstrafrecht zit vast. Dus de rechters geven een detentie en allerlei maatregelen... om die jongeren opnieuw weer te laten resocialiseren. Maar er is geen hulp. Ja, dan moeten ze volstaan met lichte hulp. Ja, dan vind je het dan gek dat jongeren weer in die omgeving waar het allemaal begon, weer die criminaliteit ingaan, omdat ze er weer alleen voor staan. Want dat was volgens mij de boodschap die ik net doorkreeg. De eenzaamheid en het er alleen voor staan. Wat verwacht je van een jongere die 14, 15 is en eigenlijk heel weinig heeft. Dus, en ik vind dat we daarin falen en dat vraagt om een andere kijk naar onze jeugdstrafrecht. En Ruud, er zitten hier misschien ouders in de zaal, jongeren zelf of hulpverleners... die al heel vaak horen, daar moet geld heen. Nee, en de jeugdzorg, nee, de politie, nee, toch preventie, nee, toch de nazorg. Die 143 miljoen kan natuurlijk niet overal heen. Wat heeft nou topprioriteit? Nou, als je het goed vindt, ga ik nog heel even terug naar je vorige vraag. Want die vond ik wel interessant. Omdat je even kan nadenken. Als dat wel even mag. Nee, maar kijk... ik denk dat we heel goed, als je de vraag zo stelt, denk ik... we doen nu heel veel ervaring op in die grote steden. Maar ik had een groot vertrouwen als liberaal in als je werk zou hebben. Er zijn een aantal W's, ik zal ze niet opnoemen... maar ik denk dat iedereen die hier zit ze wel kent. En er zijn een aantal voorwaarden waardoor jongeren uit de criminaliteit komen. En ik had een groot vertrouwen erin dat als die jongeren eenmaal weer aan het werk zouden zijn... je zag het ook bij de reclassering. We hebben echt gericht daarop om ze weer te laten deelnemen in de samenleving. Dus dat je eigen toekomst inhoud kunt geven, je eigen geld kunt verdienen. Heel belangrijk dat je de rest van je leven niet meer over je schouder hoeft te kijken. Hè? Want dat is wel de ultieme consequentie van in die criminaliteit terechtkomen. Maar helaas is dat bij de reclassering is dat weer gestopt, omdat de effecten daarvan... Dus het is een heel lastig vraagstuk. Als je het mij zou vragen, zou ik het liefste zien dat alle jongeren...
kunnen deelnemen aan deze samenleving. Dat ze een opleiding krijgen en dat ze hun eerlijke geld kunnen verdienen. En ook al is het minder, maar gewoon het idee dat het jouw eigen geld is en dat je het kunt verdienen. En ik denk ook heel mooi, ja, die VOG, dat is wel eens dat wordt wel eens wat overtrokken. 1% van alle VOG's wordt geweigerd. In Utrecht een heel mooi project waarbij de jongeren geholpen wordt. Vind ik een prachtig voorbeeld om de VOG opnieuw aan te vragen en dan krijg je hem meestal. Ja, er zijn natuurlijk delicten waar dat gewoon lastiger voor is. Maar even terug naar die andere vraag. Dus ik vind dat we die goede voorbeelden, die moeten we uitvergroten. En daarom is het voor ons ook landelijk in de politiek heel lastig om te zeggen, daar moeten we de prioriteit. Wij moeten goed luisteren. We moeten bezoeken brengen, zoals ik in Arnhem heb gebracht bij Ahmed Marcouch, die ook heel goed bezig is in Arnhem. En dan de goede voorbeelden uit te halen en te kijken of regelgeving het beperkt of dat er budget bij moet. Dat zijn de rollen die wij in Den Haag hebben. Maar wat we niet moeten doen, is dat we in Den Haag zeggen en zo moet het. Maar wat ik wel graag zou willen, is zoveel mogelijk faciliteren dat die goede dingen gedaan moeten worden. Het doel van straffen, en dat zijn er drie. Dat is de eerste specifieke preventie, dus dat het met de jongeren wat doet. Nou, daar hebben we het net over gehad wat er gebeurt als je eenmaal in detentie zit. En de tweede is de generale preventie. Dat is de afschrikwekkende werking van de straf. En de derde, niet onbelangrijke, ook voor mijn partij, is toch wel genoegdoening voor het slachtoffer. Dus ik vind wel dat, kijk, ook als je zware delicten pleegt, dan moet je daar wel verantwoording voor afleggen. Dus het is ook niet alleen maar dat we het met hulpverlening kunnen oplossen. Maar we falen wel in die specifieke preventie. En we kunnen straffen zo hoog maken als we willen. Maar heel veel jongeren plegen het vanuit een impuls. Het zijn heel vaak impulsdelicten. Dus sterke peer pressure die eromheen zit. En dat is heel erg lastig om dat te doen. En dan werkt het heel goed als je credible messengers hebt, als je die straatcoaches, die jeugdhulpverlening, dat je eens een keer een goed gesprek hebt over, joh, als je die grens overgaat, dan gebeurt dit. Maar ook heel goed, en die voorstelling zouden we niet alleen in Den Haag moeten doen in de Tweede Kamer, maar hij zou eigenlijk standaard, zou je hem gewoon op lagere en middelbare scholen moeten gaan geven. Laat maar gewoon eens zien wat er gebeurt. Laat die jongeren, en met name, maak het gesprek los met die jongeren. Dat je het met elkaar daarover hebt. En ik heb een paar prachtige voorbeelden gezien. Je hebt Leerling Alert, prachtig programma. Waarin ook oud-gedetineerden die dit hele proces hebben meegemaakt, eigenlijk wat de voorstelling zo mooi weergaf, ook zelf aan hun lijven hebben ondervaren. Ik wil nog heel veel terug naar mijn vraag van het budget. Wat is nou uw topprioriteit? Waar moet dat nou echt absoluut heen? Als je kijkt naar en detentie en preventie, die coaches, de ouders, de voorbeelden die je net noemt. Wat is iets waar het echt heen zou moeten? Ik geloof dat waar we moeten beginnen is in die kwetsbare wijken. Mm-hmm. Moeten we zorgen dat we de jongeren gewoon weer kennen. En om de jongeren te kennen, moeten we zorgen dat we mensen op straat hebben die ze kunnen kennen. En dat vind ik belangrijk. Ja, ik moet even afsluiten voor de kijkers die meekijken via AT5. Wij gaan hier nog heel veel verder, maar bedankt voor het kijken en we zien jullie graag een volgende keer terug. Dat moet ook altijd even gebeuren. We praten even verder. Ik wilde nog even naar jou, Songül, want keken jongeren mee via AT5, maar die zitten nu ook in de zaal. Wat zeg je tegen jongeren die te maken hebben met de verleidingen van de straat, om zomaar te zeggen? Die nu een pad kunnen kiezen, hè? Die voor een keuze staan. Van ga ik die kant op of die kant op? Wat zeg je tegen hun? Ik heb de neiging om eerst te reageren op Ruud. Nee, eerst, want we gaan zo naar de zaal. Dus, okay. Wat zou ik tegen de jongeren willen zeggen? Nou, in de eerste plaats dat je er niet alleen voor staat. Want dan begint het mee, hè. Die eigen waarde, word ik wel gezien? Heb ik wel status? En dat er hulp is. En dat er hulp onderweg komt. En dat zou voor mij de boodschap zijn voor de jongeren. Ik zie jou. Dus ik wil jou helpen met mij heel veel anderen. En dat is broodnodig. En daarom zeg ik ook, we moeten blijven investeren in de jeugd. Die preventiekant, die wordt nu goed opgepakt met, denk ik, hoop ik, met preventie met gezag, met die programma's. Maar er is echt voor mij een groep, die 2% groep, die al met criminaliteit in aanraking is gekomen, de first offenders. Ik vind dat daar veel meer prioriteit op moet komen. Veel meer aandacht, veel meer geld. Dat zijn de jongens die en in de gevangenis zitten. Het liefst gaan ze, van wat mij betreft, niet naar een gevangenis. En als ze naar een gevangenis gaan, dan naar een kleinschalige voorziening, wat we onbenut laten op dit moment. En ik wil echt alles op alles zetten vanuit mijn rol.
om die groep een stem te laten horen in de Kamer en oplossingen aan te dragen om die jeugdigen weer op het rechte pad te krijgen. Want ik vind dat dat onze verantwoordelijkheid is. En waar gaan jullie samen aan werken als jullie straks terug gaan naar Den Haag? Wat nemen jullie mee? Ja, kijk. Laat ik zo zeggen. Ik zei net nog tegen Songül, mijn vader was VVD en mijn moeder tot de dood PvdA-lid. Dus het is voor mij niet zo heel moeilijk om met Songül. Want kijk, wij willen. Maar als je iets concreets noemt. Zoals wij hier samen zitten, willen wij hetzelfde. En ik denk zoals wij hier allemaal zitten vanuit de betrokkenheid bij de jongeren. Mm-hmm. Willen we dat jongeren opgroeien, niet in de criminaliteit, maar gewoon een eerlijke toekomst kunnen opbouwen. En je mag van ons verwachten dat waar wij elkaar kunnen vinden, en misschien dat onze oplossingsrichting net even anders is, dat horen jullie ook wel. Maar uiteindelijk willen we aan het eind van de dag precies hetzelfde. En de kunst in de politiek is altijd om met elkaar dan de weg te vinden die daartoe leidt. En ik twijfel er niet aan dat in onze samenwerking daar wij heel ver in gaan komen. We blijven jullie volgen. Ik wil even kijken of mijn teamleden, Catharina Schul of Monique Hinderiks, nog een vraag hebben. En anders vraag ik Monique om even de zaal in te gaan met de microfoon. Is er iemand die een vraag heeft voor de Kamerleden? Ik zie wat handen. We hebben tijd voor een aantal vragen. Ja, hier met de blauwe trui op de vierde rij, op de hoek, is iemand. Graag een vraag en niet een heel lang statement. Want we willen straks ook nog naar de derde ronde aan de bar. Ik vraag me af, we hebben het over jonge lui die op de verkeerde weg zitten. Maar ik vraag me af, zit onze samenleving als geheel niet op de verkeerde weg? Moeten we niet een socialere samenleving hebben? Waarbij geld is niet voor individuen die miljardair worden. Maar waarbij geld is voor jonge lui, voor sport, voor spel, voor geld voor ouders, zodat we een echte samenleving waarbij we om elkaar geven krijgen. Het punt is duidelijk, het is een hele grote vraag, maar ik hoor wel terug wel dat wijkverhaal, dat er meer geld moet naar de wijk en naar de jongeren daar. Ik weet niet of u hem specifiek stelde aan één iemand, dan kan ik hem even voorleggen. En anders is het, vraag ik aan één van jullie om te reageren. Songül? Ja, kijk, het is duidelijk dat ik niet aan de VVD-kant zit. De mensen die maar ruimte krijgen om aan hun eigen rijkdom te werken, daar hebben we niks aan in een samenleving. We moeten mensen hebben die voor elkaar willen leven, die begrijpen dat het leven zin krijgt door voor elkaar te leven en niet voor jezelf. Ik leg het toch even hier neer. Overigens hoorde ik wel in alle twee hun verhalen dat we er echt moeten zijn voor de jongeren. Maar u bedoelt natuurlijk ook in bredere zin. Wil je hier een korte reactie? Niks ten nadeel van mijn collega Roet, want ik vind hem echt een sociaal liberaal. Nee, dat meen ik echt. U zit en bij de verkeerde partij, geloof ik. Dat kan, heel goed. Maar ik ben het helemaal met u eens. En misschien is het open doel, hè. Ik ben een sociaal-democraat. Ik ben dat dubbeltje wat een kwartje mocht worden omdat ik kansen kreeg. Hoewel ik ook in een hele kwetsbare wijk heb gewoond, maar ik werd gezien. Daar begint het mee, hè? En ik vind dat wij echt als samenleving oog moeten houden voor elkaar. Aan die armoedebestrijding moeten doen, veilige wijken moeten creëren. Maar met name dus die oorzaken weg moeten nemen die tot criminaliteit leidt. En dat betekent andere beleid, een sociale beleid vanuit Nederland. Maar goed. Ik sta aan uw zijde en dat is niet gek met mijn achtergrond. Dus helemaal eens. Maar, ja, ik vind toch wel, want u spreekt mij ook daarop aan. Kijk, waar ik in geloof is een liberaal beginsel. Hè? Sociaal versus liberaal. Maar ik geloof echt in de kracht van het individu. En dat is voor mij is dat een belangrijk punt. Omdat ik ook in de jongeren geloof. Ik geloof ook in de kracht van jongeren. We kunnen straks aan de bar nog verder praten, maar nu wil ik even echt één vraag en één antwoord. Anders zitten we hier tot. Ik zag daar achterin, ik zie iets rood, maar kan niet helemaal goed je gezicht zien, sorry. Dus ik zie daar. Ik wilde heel graag even op jou reageren, Ruud. Als het gaat om jongeren die niet worden gezien. Ik denk dat er ook een deel is die wel wordt gezien, maar die door jongerenorganisaties worden bereikt die in de wijk zelf zitten,
maar die misschien nog niet aan de grote, nou ja, niet de, een van de grote partijen zijn. En ik merk dat in Amsterdam, dat je soms zo moet strijden voor een budget. Terwijl dat zo zonde is, omdat dat juist de partijen, de organisaties zijn die de jongeren bereiken. En eigenlijk wil je dan niet bezig zijn met of je wel of geen budget krijgt. En ik merk dat dat ook heel veel invloed heeft. Want je merkt bij zo'n organisatie dat je zo je best moet doen om door te kunnen gaan met wat je doet. Terwijl dat eigenlijk jongerenwerkers, ja, de 2% zijn. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Of jullie... Ja, leg me nog even uit, want je hebt het over organisaties en die daar geld voor krijgen om dat te kunnen blijven doen. Omdat het veel moeite kost om daar budget voor te kijk, krijgen. Een voorbeeld is, ik werk zelf in Slotermeer, Stichting IMD. Dat is een organisatie die een best wel moeilijke groep goed kan bereiken. Maar merk dat je zo in Amsterdam moet concurreren, wil ik niet zeggen. Ik wil eigenlijk liefst natuurlijk dat we gewoon samenwerken. Maakt niet uit wie die jongeren wel of niet bereiken. Maar dat je zo je best moet doen om dan zo'n... Om eigenlijk te kunnen blijven bestaan en te kunnen doorgaan met wat je wil. In plaats dat je een van je jongeren moet overdragen naar een grotere partij. Die misschien dan opnieuw weer zo'n vertrouwensband moet hebben. Dus ook dat die projecten misschien niet duurzaam zijn. Dus dat je elke keer opnieuw weer geld daarvoor moet vragen. Een reactie van Ruud? Ja, kijk, ik vind dat heel lastig om daar iets over te zeggen. Ik weet dat er heel veel van dit soort uitstekende initiatieven en projecten ook zijn. Maar die financieringsstructuur zit natuurlijk op lokaal niveau. Daar moet je dat ook doen. Ik ben wel heel erg dat als iets heel goed werkt, dan zou ik heel voorzichtig zijn voordat ik zou besluiten om daar geen funding aan te geven. Om daar geen geld naartoe te laten gaan. Maar ik vind juist initiatieven die werken, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zorgen dat ze groter worden. Je zei zelf wel iets over samenwerking. Zou ik een voorstander van zijn, want dan maak je je goede initiatieven ook groter. Maar het is af en toe heel specifiek. En het is ook af en toe nodig om in die doelgroep op een hele goede manier in te zetten. Ja, en dan weet ik niet hoe groot de doelgroep is. En hoe groot de problematiek ook is die in die doelgroep is. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen in die afweging die een rol spelen. Dus eigenlijk de enige die hem goed zou kunnen beantwoorden in Amsterdam is de wethouder die hierover gaat. Heel even een kleine reactie van Zonder. Wat ik merk is dat jongerenwerk behoorlijk versnipperd is. En dat iedereen hetzelfde probeert te doen. Er is ontzettend veel concurrentie. De aanbestedingen komen eraan. En dan moet je inderdaad vechten. En ik wil echt een onderscheid maken tussen dat regulier jongerenwerk, wat broodnodig is, waar je in moet investeren, en dat specialistische jongerenwerk voor die groep die overlast pleegt. Die met messen op zak gewelddadige, criminele dingen doet. Voor hen heb je iets anders nodig. Ja, en dan moet je je afvragen of je dan via aanbestedingen of via die concurrentie, hè, of je daarmee je doel bereikt. En vandaar het voorstel wat is aangenomen. Je moet voor die groep op een andere wijze aan het werk. Ook in je opdrachtverlening. Nou, dat wordt gelukkig nu uitgezocht, maar ik geloof er wel in. Maar het spijt me, het is te versnipperd dat jongerenwerk. Het is gewoon niet goed. We willen precies hetzelfde, maar we concurreren elkaar suf, zeg ik maar even. En dat is zonde. Ik ga toch even door naar, want er zijn nog meer mensen. Kunnen er even de handen omhoog? Dan kan ik even inschatten. Oké, nog vier hebben we tijd voor. Dus eerst mevrouw links van jou, Monique. Om even aan te sluiten op de vraag van de dame achter mij. Ik denk dat inderdaad dit jongerenwerk en die specialistische zorg, dat die brug daar naartoe dus heel erg lastig is. En dat het daar vooral om gaat. En dat er dus ook overal heel veel mensen tekort zijn. Ook bij de leerkrachten en in de wijkagenten en overal. Dus mijn vraag aan Ruud is, waar gaan die mensen wonen die we nodig hebben in de stad? We gaan het en over de woningcrisis en over jeugdzorg. Dat is echt een hele grote vraag. Maar het gaat wel weer over dat geldvraag en die bezuiniging. Want je kan natuurlijk maar één plek. Je kan niet alle plekken vullen. Dus misschien is dat. Maar ik zou wel iets meer willen draaien naar echt jeugdcriminaliteit en niet de woningmarkt. Nee, maar dit is een hele terechte vraag die je stelt. Ik bedoel, maar dit is ook constant dat we. En niet alleen links of rechts of in het midden, iedereen stelt de vraag, we moeten huizen bouwen voor docenten. Dan komt altijd hetzelfde groepje, politiemensen, mensen in de zorg. Dan moeten we allemaal, we moeten zorgen dat die kunnen wonen ook in de omgeving. Dat is een heel lastig vraagstuk. Daar heb ik ook, het is ook mijn portefeuille niet, moet ik zeggen. Maar we hebben natuurlijk allebei ermee te maken. Maar dat is inderdaad wel een grote zorg. En ik denk nog niet eens dat de zorg zo groot is om de mensen in de zorg te krijgen.
Ik denk dat het momenteel veel lastig is om zijn zorg te houden. Want ik weet niet, ik heb vandaag ook mensen in de jeugdzorg plus gesproken. En dan merk ik toch salariering die niet al te hoog is. Er is weinig doorgroei is er ook in mogelijk. Je kiest een andere functie vaak. Na een bepaalde tijd stappen ze er toch uit. En wat mij daar echt zorgen bij baart, is dat mensen die er al heel lang werken heel veel specialisme hebben opgebouwd. Heel veel eigen ervaring hebben. En die ervaring kun je echt niet missen. Dus de jonge mensen zijn heel erg nodig. Maar tegelijkertijd heb je die ervaring ook heel erg nodig. En dat woningprobleem moet daar wel uiteindelijk bij aansluiten. Ja hoor, je hebt helemaal gelijk. Maar ik heb niet de oplossing. Ik zag nog iemand hier. Stak nog zijn hand uit dit vlak. Ja, de dame achterin met een beetje donkergroene. Ja. Ja, wat ik me heel erg afvroeg is eigenlijk iets wat ik een beetje heb gemist. En dat is de rol van sociale media hierin. Want je ziet dat jongeren steeds meer, steeds vaker elkaar ook daar op zoeken en zien en uitdagen. En ik vroeg me af of jullie dat ook zien, of daar ook mee bezig wordt gehouden. Wat daar wordt aangedaan. Ik bedoel, daar heb je ook een heel groot bereik. Maar ook een heel sterk algoritme die mensen steeds juist een bepaalde hoek induwen. Dus dat is een vraag. Wij hebben zelf ook een bijeenkomst gehad afgelopen half jaar. Dat ging ook over online jeugdcriminaliteit. En wat bij ons in ieder geval uitkwam, was dat één ding was ook zicht. Maar ook dat je de rechten krijgt of de ruimte krijgt om daar iets mee te doen. En dat dat ook lastig was voor bijvoorbeeld politie. Die misschien wel in bepaalde groepen meekijkt, maar eigenlijk niks mag doen. Maar ik ben ook benieuwd hoe jullie dat zien met de verplaatsing ook van criminaliteit online. Songul, wil jij daarop reageren? Een hele terechte opmerking. Wij vergeten dat op dit moment bijna alles zich afspeelt in de online circuit. Dat vergeten we en ons beleid en wetgeving is daar niet op gericht. Want ik zie ook, de drillraps zijn een mooi voorbeeld van waar jongeren elkaar gewoon online ertoe bewegen om de straat op te gaan en elkaar met messen te bewerken. En dan wordt er geroepen, ook in Amsterdam, dan gaan we een gebiedsverbod, een online gebiedsverbod instellen. Maar dat mag dan niet, want je hebt ook AVG-regels en hoe ga je dat doen? Dus je loopt, als je kijkt naar wet en regelgeving, wel tegen een aantal zaken aan. En mijn aanname is nu, jongens, we zijn daar gewoon totaal niet op voorbereid op het online gebeuren. Terwijl alles zich daarop afspeelt. Waarom daalt die jeugdcriminaliteit? Dat zijn gewoon de normale criminaliteit waar we zicht op hebben. Maar de hidden crime, het online deel, daar hebben we weinig zicht op. Dus je kan wel tot de conclusie komen, de jeugdcriminaliteit daalt. Ik vraag het me echt af of dat echt daalt of heeft het zich verplaatst. Maar op het moment dat wij dat aankaarten in de Kamer, zegt terecht of onterecht een minister, ja, ik kan er niks aan doen, we hebben wet en regelgeving, internationaal, Europees rechtelijk, het kan niet, lastig, moeilijk, beheerders. Ik word daar best wel verdrietig van. Wat wij ook tegenkwamen is dat het ook echt lastig is, omdat je zit met de social media bedrijven waarmee je aan tafel moet. Wat natuurlijk niet onmogelijk is. Dus dat is natuurlijk ook een stap. Van ga je tegen Facebook zeggen, kom, wij gaan hier in gesprek. Of tegen TikTok, laten we hier afspraken over maken. Omdat zij beslissen wat er op die platforms wordt laten zien. Even de laatste vraag. En vergeet het niet, we kunnen straks doorpraten. Ik zag hier iemand in de hoek. Is al gesteld. Oké, als het al is gesteld, dan kunnen we door. De bureaucratie doorbreken. Oké. Ruud, de bureaucratie doorbreken. Ja, kijk. Even gerelateerd aan dit onderwerp. Administratieve lastenverlichting speelt in alle sectoren. Toen ik bij de politie werkte, was het al net zo. Was net zo belangrijk. Want wat je niet wil. Nou, er was net nog een mooi voorbeeld over agressie in de zorg. Ik ben een groot voorstander dat dat werkgever aangifte doet. Want dat is ook administratieve rompslomp. Moet je niet zelf doen, want dan ben je al die dure uren van de mensen in de eerste linie ben je kwijt. Dat geldt in de jeugdzorg, geldt dat net zo hard. Jeugdplusinstelling is precies de oproep die u net doet. Hè? We zijn veel te veel tijd zijn we daarmee bezig. En dat gaat niet om geld. Maar het gaat puur om dat je dan meer uren hebt die je kunt besteden aan een jongere of kunt besteden aan de onderwerpen waar je eigenlijk voor bent. Dus ik ben dat hartsgrondig met u eens. Maar dat is niet iets wat we vanuit... Ja, we kunnen wel zorgen dat we het lean en mean organiseren misschien. Maar uiteindelijk moet een sector de behoefte uitspreken waar ze behoefte aan hebben om te meten en wat ze willen weten. Maar er zijn ook heel veel dingen die we niet weten.
En die we wel zouden moeten weten om problemen op te kunnen lossen. En dat is precies het verschil tussen wat heb je nodig in je operationele werk. Hè? Dus als je als jeugdhulpverlener aan de slag bent. En wat hebben wij nodig om te kunnen zeggen, hey, dit is echt een probleem aan het worden. Hier moeten we iets mee. Ik denk dat Sogul net al heel mooi zei over ja, de online. Dat is voor een groot deel is dat verborgen. Over die online nog heel eventjes. Wat ik toen zag, toen wij bezig waren, toen waren we gericht op overvallen in Amsterdam. En vroeger hadden we netwerken. En dan had je van die mooie kaartjes. En toen kwamen die telefoontjes. En dan was het gewoon, zullen we een OV'tje gaan zetten? Oftewel, gaan we een overvalletje plegen ergens? En dan wie erin stapte, stapte erin. Dus ik denk los nog van het feit dat er gaan perverse prikkels uit. Vanuit, er wordt criminaliteit opgepleegd. Maar dat sociale netwerk wat er ontstaat, is niet alleen maar echt het sociale netwerk. Maar ook de criminele netwerken bedienen zich daar echt heel makkelijk van. Ik wou afsluiten, maar ik zie daar... Iemand moet echt nog iets zeggen. Wie wil echt nog iets zeggen? Shady, beter is het een hele goede vraag. Het is een soort van vraag. Het is meer slecht nieuws. Oh. Ik hoorde u net 3 redenen geven waarom de overheid mensen naar de gevangenis stuurt. En ik heb een beetje slecht nieuws, want 2 van die 3 redenen die werken eigenlijk totaal niet. Als we het hebben over die specifieke... hoe noemde u het? Preventie. Specifieke preventie. Wanneer je binnenkomt, dan is eigenlijk het enige bericht wat je krijgt van de mensen die in een blauw park werken, je moet boeten voor wat je hebt gedaan, je moet spijt krijgen. Tweede preventie, generale preventie, werkt ook niet. Waarom? Omdat zodra je in de buurt komt, krijg je eigenlijk meer status dan dat je als uitschot wordt behandeld. En ja, ik merk eigenlijk dat vanuit de overheid die hulp die er is, dat is eigenlijk meer vanuit de overheid zelf gekozen van hey, waar ga je deze hulp geven en anders niet. Terwijl er moet veel meer naar mijn mening gekeken worden naar wat is de hulp die de jongeren willen en nodig hebben om dat niet meer te doen. Meer maatwerk, dus specifiek... Ja, kijk... Weet je, laat ik zo zeggen, wij zijn het eens. Volgens mij heb ik net ook gezegd dat de generaal preventie niet werkt. En ook de specifieke niet. Dat we nog wel die andere overhouden. Hè. Dat is de genoegdoening. Die heb ik niet verzonnen. Die staan in het strafrecht. Zijn de doelen van het strafrecht. Daarom straffen we mensen in Nederland. Ik ben erg hoopvol als het gaat over haltstraffen voor jongeren. Want die zijn wel iets anders. Die zijn veel meer in dialoog met de jongeren. En kijkend welke behoeften heb je er op dat moment aan. Dus ik denk aan de voorkant, als het echt om de preventie gaat, denk ik dat we daar echt de goede dingen aan het doen zijn. Dat we daar ook ons heel erg op moeten focussen. En die status, ja, dat is van alle tijden. Dat was altijd al, als je een straatroofje pleegt, dan groeide je op straat in de hiërarchie. En die cultuur doorbreek je ook niet zomaar. Ook niet zomaar met straffen. En mensen keren ook vaak, en daarom ben ik ook een groot voorstander van die reïntegratieofficier. Omdat ik geloof, en laten we dat nou eens niet resocialiseren noemen, maar gewoon herintreden. Je komt terug in de samenleving, zo zie ik het ook. En dat betekent dat je een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan moet je geholpen worden om te kunnen wonen, ik zeg het voorzichtig, om een woonplek te vinden, om een opleiding te kunnen volgen. En daarom geloof ik wel, en dat vind ik echt belangrijk, dat we exclusiviteit hebben. Dus niet generiek, hè? Dus niet een resocialisatie voor volwassenen en jongeren. Nee, als we jongeren willen helpen, dan doen we dat alleen voor de jongeren op dat moment. Zodat we de jongeren kennen, dat we de jongerenproblematiek goed kennen. Dat we kunnen aansluiten bij wat jij terecht opmerkt. En ik was vandaag in de jeugdzorginstelling. Daar maak je eigen behandelplan. Dat maakt niet de behandelaar. En de jeugdhulpverleners die hier zitten kennen dat waarschijnlijk. Die maak je samen met de jongeren. Dan maak je afspraken. En ik geloof heel erg dat het gaat om jongeren weer autonomie te geven in plaats van ze klein te houden. Dus je moet zorgen dat je weer verantwoording krijgt over je eigen leven. Dat je de regie kunt voeren daarover. Dat je daarin geholpen moet worden. Maar dat je daar zelf uiteindelijk de belangrijkste stem in hebt. Omdat jij beter dan wie dan ook kunt inschatten wat voor jou werkt op dat moment. En gelukkig hebben we heel veel goede jeugdhulpverleners die je daarbij kunnen helpen. Coaches en andere figuren die dat doen. Dankjewel, dat was een goede vraag. Dank jullie wel voor al jullie vragen. Jullie heel erg bedankt dat jullie er waren. We blijven jullie volgen. We gaan sowieso spelen in de kamer. Ik wacht op een uitnodiging. En er is een derde ronde aan de bar. We kunnen daar zeker nog met z'n allen napraten en nog vragen die zijn blijven liggen stellen. Wil je meer te weten komen over ons onderzoek, dan kan je naar mij toe of een van onze teamleden.
Heel erg bedankt dat jullie er waren.